Robbie Lakshmisinghe, die in 2004 afscheid had genomen van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, is nu weer de directeur van het staatsbedrijf. Lakshmisinghe is de vorige week maandag benoemd door minister Andy Rusland van TCT. De nieuwe directeur van de SLM was vandaag de gast in het RTV-programma In Gesprek Met. Lakshmisinghe is deze uitdaging aangegaan nadat hem gevraagd was of hij nog beschikbaar is voor de SLM. Voor de SLM ben ik altijd beschikbaar. SLM heb ik 27 jaar gewerkt in het verleden. Ik heb alles wat je kan meemaken in de luchtvaart. Heb ik meegemaakt met de SLM. SLM is een beetje mijn baby, mijn kind. En als je kind in de problemen zit en er wordt een beroep op je gedaan, dan ga je komen. En ik voel dat ik het kan, want als ik het niet zou kunnen, als ik het gevoel had dat ik het niet kan, had ik het niet gedaan. Oké, dus je heeft een goed gevoel? Ik heb een goed gevoel wat de SLM betreft. Oké. Wat zal dan uw eerste plan van aanpak zijn? Nou, om eerlijk te zijn, is vandaag eigenlijk de eerste volledige werkdag. Ik ben al een week geleden benoemd geworden door de aandeelhouder, maar de overdracht moet nog plaatsvinden, wat papierenwerk moest plaatsvinden, is eigenlijk de overdracht die, en er was een vrije dag ertussen, ja, en de overdracht heeft donderdag plaatsgevonden. Lakshmisinghe zegt dat hij nog een inventarisatie moet plegen om na te gaan hoe het bedrijf ervoor staat. Misschien zijn er wat managementproblemen en ben ik daarvoor ingehuurd, zegt hij. Dus dan gaan we kijken, wat zijn die problemen? Ik hoor dat het bedrijf een beetje in de rode cijfers zit. Dus dat is een van de eerste acties die je moet ondernemen. Waar breng je die schoen dat je in de rode cijfers zit en wat ga je doen om uit die rode cijfers te komen. Want u weet, de meningen zijn verdeeld, hè? Want ze zeggen waarom Lakshmisinghe, als hij al met pensioen was en nu teruggaan, was er niemand anders die het bedrijf hierin zou kunnen redden? Ik zou niet weten of er iemand anders is, maar tussen mees en lippen door van de in gesprekken met de aandeelhouder heb ik kunnen merken dat de aandeelhouder heeft gekozen voor ervaring. En ik moet zeggen, ik doe me goed dat de aandeelhouder kiest voor ervaring. En ik hoop dat de aandeelhouder bij meerdere bedrijven waarvan men zegt dat ze in de problemen zitten enzovoorts, voor ervaring kiest. Maar de opdracht naast het aannemen van mij is, je moet wel mensen klaarstomen die het kunnen overnemen. Okay. Dus die ervaring die je hebt, die moet je aan de mensen overdragen. En dat heb ik gedaan in het verleden. Ik dacht dat het aardig gelukt was. Ja? Want als ik nu terugkom en de mensen zitten er nog, vooral in de topstaf, dan zie ik van één. Robbie Lakshmisinghe, de nieuwe directeur van de SLM, met wie wij hebben gesproken in het programma In Gesprek Met.